Dames en heren, het is even na 7:30. Ik eet u allen hartelijk welkom hier in de raadzaal. Dat geldt natuurlijk voor de leden van de raad, het college, de aanwezigen op de publieke tribune en eenieder die ons thuis via de buis volgt. Wij hebben een mooi programma voor vanavond samengesteld. En we hebben de verwachting dat we dat redelijk vlot kunnen doen. En alvorens ik de agenda ga vaststellen, ga ik even bewegen richting het spreekgestoelte. Ja, hij doet het. De reden dat ik deze kant op loop is omdat wij de afgelopen week zijn getroffen door het overlijden van een tweetal oud-leden van de gemeenteraad en ook twee oud-wethouders over dezelfde personen. Het betreft Berend van der Beek en Floris Aukema. Berend stierf op 28 november, jongst leden, en Floor op 4 december. Berend van Beek groeide op in Groningen en vestigde zich met zijn gezin in Ommen nadat hij in dienst kwam van het Gereformeerd Pedagogisch Centrum in Zwolle. Als ontwikkelingspsycholoog bezocht hij gereformeerde scholen door heel Nederland. Een ontzettend drukke baan, maar hij vond daarnaast toch tijd voor maatschappelijke en ook politieke activiteiten. Hij werd hier in Ommen in 1990 raadslid voor het GPV, tot hij in 1992 reeds wethouder werd. Dat bleef hij tot 2002, om vervolgens weer raadslid te worden, maar nu voor inmiddels de ChristenUnie. Hij heeft een indrukwekkende politiek-bestuurlijke loopbaan in Ommen gehad van meer dan 16 jaar. Berend van der Beek was bekend om zijn scherpe inzicht. Hij stond voor zijn zaak, ook als er moeilijke beslissingen moesten worden genomen. Hij hield erg van de natuur in Ommen en wandelde regelmatig op het Varsenerveld en op het Junner Koeland. Voor zijn vele verdiensten werd Berend van der Beek onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau. Floris Albert Aukema, roepnaam Floor, was van 1978 tot 1988 raadslid en daarna nog 6 jaar wethouder. Dat deed hij eerst voor de ARP en later voor het CDA. De partij waar hij ook voor in Ommen betrokken was bij de oprichting van de lokale of plaatselijke afdeling. Hij was een actieve en maatschappelijk betrokken politicus en bestuurder die bovendien als open en vriendelijk bekend stond. Indrukwekkend waren ook zijn maatschappelijke activiteiten. Hij was van 1971 tot 1986 vicevoorzitter van de Stichting Tehuizen en Dagverblijven voor Verstandelijk Gehandicapten in Ommen en realiseerde in onze gemeente vele voorzieningen, zoals een gezinsvervangend tehuis aan de Wilgestraat. Maar ook een dagverblijf voor ouderen in de Dante en het kinderdagverblijf de Elshoek. Hij zette zich ook als voorzitter in voor het toenmalige asielzoekerscentrum in de periode 1993 tot 2003 en voor de stichting Ommermolens. Voor al dit politiek-maatschappelijk werk werd ook Floor Aukema in 2009 onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau. Om deze twee markante mannen, Berend van der Beek en Floor Aukema, te herdenken, mensen die zoveel hebben betekend voor de gemeente en de gemeenschap van Ommen, vraag ik u nu om allen op te staan, voor zover u dat kunt. En ik vraag u om een moment van stilte. Dank u wel. Sorry, ik kom bij de vaststelling van de agenda. Kan de agenda behandeld worden zoals voorgesteld? Al dus. Nee. Voorzitter. Sorry, meneer Moeman. Ja, in mijn systeem zat het al. De heer Moeman, Partij van de Arbeid-fractie. Voorzitter, ik wil graag een agendapunt toevoegen. Motie vreemd. Onderwerp is armoedebestrijding kinderen in de Ommen. Dank u wel. Die wordt toegevoegd aan de agenda als bespreekstuk nummer 13. Al dus besloten. Dan kom ik bij de besluitlijst van de openbare vergaderingen van 10, 17 en 24 november. Daarvoor heeft niemand zich gemeld, dus ik ga ervan uit dat de verslagen vastgesteld kunnen worden. Al dus geschied. Dan kom ik bij de ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken. Wenst iemand daarover het woord? Dan heeft u al dus besloten te handelen overeenkomstig voorstel. Oh, ik heb een vraag half uur overgeslagen. Ja, zo kom je ergens makkelijk vanaf als portefeuillehouder. Ik ga even terug in de agenda naar agenda punt 2, het vraaghalf uur. De fractie van de VVD, mevrouw Legas, heeft vragen aangekondigd. Meneer voorzitter, dank u wel.
We hebben al regelmatig aandacht gevraagd voor de voortgang van het aanleggen van glasvezel op buitengebied. Tot onze grote vreugde zijn ze op dit moment in de omgeving van Beersen daar ook mee aan de slag. Dat biedt perspectief. De vraagbundeling is uitgesteld voor de rest van Ommen. Maar nu bereiken ons toch geluiden dat er weer een kink in de kabel is. En wij zouden heel graag van u horen of dat klopt, of die kink er werkelijk is, of aanleg 2017 nog steeds het doel is. En wat kunnen we daaraan doen met elkaar? Want het baart ons eigenlijk wel zorgen hoe de situatie op dit moment is. We hebben nog geen uitnodiging weer gekregen voor vraagbundeling voor de aangekondigde eerste maanden van het jaar. En dat baart ons zorgen, want ik denk dat het buitengebied van Ommen, maar ook van Dalfsen en de rest van Overijssel ontzettend bij gebaat is. En vandaag las ik nog ergens dat Overijssel de glasvezelprovincie van Nederland wil zijn. Nou, dan denk ik, handel daar met elkaar ook naar. Het is niet zo vaak dat ik worstel met wat zal ik nou eens doen. Want ik kan een heel bestuurlijk antwoord geven, maar ik kan ook eens gewoon zeggen wat ik vind. En ach, het is de laatste keer voor de kerstdagen, dus laat ik me gewoon zeggen wat ik vind. En dat ga ik dus ook doen. Want ik ben eigenlijk niet zo blij. Ja, niet zozeer met het feit dat u vragen stelt, want dit is volkomen terecht. Maar meer met de situatie die dreigt te ontstaan. De gemeente Ommen heeft eigenlijk een aantal jaren geleden al het initiatief genomen. Enthousiasmerend gewerkt op het krijgen van glasvezel. Een zeer belangrijke voorziening in het buitengebied. En ook een, denk ik, een belangrijke voorwaarde om bijvoorbeeld vergrijzing, ontgroening en leegloop, dus krimpen, te voorkomen. En ik ben ook heel blij te kunnen constateren dat wij hier in Ommen een goed, eigenlijk bonusinitiatief hebben gehad in de vorm van Vechtal Breed. Een club die er echt hard aan heeft getrokken, ook de vraagbundeling goed voor elkaar heeft gekregen en in de startblok stond om aan de slag te gaan. Nou, op dat moment heeft zich hier SIF gemeld, een op zich serieus te nemen partij waar ook grote partijen achter zitten, zowel vanuit de bancaire sector als vanuit de overheden. Dus een vertrouwenwekkende partij. En een partij die ook met een goed en aantrekkelijk aanbod is gekomen. En dat aanbod bestond er eigenlijk uit dat het grootste deel van onze gemeente over glasvezel zou kunnen komen te beschikken. Slechts een klein deel niet direct daarover zou kunnen beschikken, maar dan in een tweede ronde ook aangesloten zou kunnen worden, zodat er eigenlijk maar een paar adressen ultimo overbleef waar dan geen glasvezel was, maar dat ging dan echt om percelen zo ver af dat ook iedereen dat wel zou kunnen begrijpen. Dat is een mooi initiatief waarbij ook geen aan de voorkant betaling noodzakelijk was of bijdrage van de betroffen bewoners of bedrijven, met een mooi laag vast bedrag van iets minder dan een tientje. Dat klonk allemaal heel erg goed. En wij waren daar ook content mee. Dat was ook exact de reden waarom ook juist vanuit ons gemeentebestuur heel erg hard is getrokken aan het overleg met een achttal andere gemeentebesturen. Om te zorgen dat wij met die 9 gemeenten op 1 lijn zouden komen. En ook eigenlijk het SIF, de tapijt, de rode loper uitgelopen of uitgerold hadden. Om te zorgen dat zij goed ontvangen werden. Dat ging er bijvoorbeeld over hoe gaan we om met de door hun gewenste diepte waarop de kabels gelegd zouden moeten worden. Dat ging bijvoorbeeld over welke leesjes hanteren we. En ik kan u verzekeren dat vanuit ons gemeentebestuur heel erg is ingezet op laten we nou niet het onderste uit de kan vragen. Laten we nou gewoon proberen te komen met een redelijk verhaal. Ingaan op de vragen en verzoeken vanuit Vechtal, of vanuit het SIF. Om ook te zorgen dat het gewoon snel wordt aangelegd. Ergens rond de zomer bereikte ons het bericht dat de vraagbundeling later zou plaatsvinden. Dat was niet zo'n mooi bericht, kan ik u vertellen. Daar hebben we u ook over geïnformeerd in september. En op dat moment hebben we wel de afspraak herbevestigd dat in 2017 de uitrol plaats gehad zou hebben. Iedereen zou kunnen beschikken over glasvezel zoals wij dat hebben afgesproken. Omdat die afspraak bleef staan, hebben we ook gezegd, nou dan gaan wij niet moeilijk doen over de vraagbundeling. In die zin dat het wat uitgesteld, maar we vinden het wel jammer omdat de mensen in onze gemeente klaarstaan om iets af te nemen. Op het moment dat je een langere tijd laat liggen tussen het moment waarop die vraag gebundeld is en de nieuwe vraagbundeling, dat is over het algemeen niet positief. Dus wij vonden dat niet zo verstandig, maar we hebben ons daarbij neergelegd. Ondertussen heeft ons via Vechtal Breed notabene, en niet via SIF zelf, het bericht bereikt dat de kosten voor de aanleg van breedband hoger zijn dan aanvankelijk geraamd. Nou, dat probleem is over de schutting geworpen en dat hangt nu een beetje. Aanstaande maandag hebben we overleg, mede op ons initiatief, met het SIF om te horen wat dit nou betekent en of dit
Het gerucht dat nu gaat dat de rekening bij derden, oftewel bewoners, oftewel de gemeente neergelegd zou worden, of dat klopt en of dit tot een uitstel leidt. Wij weten het op dit moment niet, althans niet formeel, maar we zijn er in ieder geval niet content mee. En dan spreek ik maar even op gevoel. We hadden een convenant klaar. Dat is niet getekend op verzoek van SIF. En de reden daarvoor was op dat moment dat het publicitair misschien niet zo handig was om een convenant te tekenen in dezelfde week dat je ook bekend maakt dat de vraagbundeling wat later komt. Je wilt zo'n feestelijk moment eigenlijk combineren met de start van de vraagbundeling. Daar hebben we mee ingestemd. Maar het convenant staat ter discussie op dit moment. En dat heeft ermee te maken dat de heren juristen van SIF inmiddels bedacht hebben dat het convenant toch maar anders moet. Het convenant dat door hun is opgesteld, op hun verzoek is geredigeerd en eigenlijk, nee niet eigenlijk, waar een mondeling akkoord op was bevonden en hier in het gemeentehuis al een zaaltje was besteld om tot ondertekening over te gaan. Ja, waar staan we nu? Nou, wat mij betreft is het klip en klaar. We hebben een overeenstemming met een marktpartij en ik zal tot het uiterste gaan om die marktpartij eraan te houden. En ik sluit zelfs niet uit dat wij juridische stappen zullen ondernemen om nakoming van de mondelinge afspraken af te dwingen. En ik vind er ook geen enkele titel gerechtvaardigd om in ons gebied, dus in Ommen, voor de mensen die nog niet aangesloten zijn, een hogere rekening neer te leggen dan voor de mensen die reeds aangesloten zijn. Dit zal maandag geen prettig gesprek worden, dat kan ik u nu al voorspellen, want ik denk niet dat de tegenpartij direct zal zeggen, nou, we hebben u gehoord op de livestream, dus we gaan het alsnog maar doen. Maar ik vind wel dat we er een beetje duidelijk in moeten gaan, want er is ons een grote worst voorgehouden. En als dat gebeurt, dan heb je ook na te komen wat je hebt voorgewend. Dus wat mij betreft wordt het een pittige periode. Maar het einddoel is helder. Ik hoop dat ik de vragen afdoende beantwoord heb. Anders moeten we even naar de waarnemend plaatsvervangend voorzitter kijken. De griffier zegt terecht, zijn er nog aanvullende vragen? Mevrouw Lagas. Toestaat voorzitter, even hier vandaan een opmerking. Ik heb even contact gehad met mensen natuurlijk ook van de voormalige bestuur van Vechtdal Breed. Wat hen natuurlijk ontzettend in de ogen rookt, en dat is eigenlijk geen vraag meer, maar meer een opmerking, is hun rol en verantwoording in dit hele. Want ze staan er feitelijk helemaal buiten, maar krijgen nu wel berichten. En ik denk misschien dat het ook aan ons is om het duidelijk te maken dat zij daar geen enkele rol meer in spelen. Want dat is natuurlijk wel sneu. Nee, heeft helemaal gelijk. En alle complimenten die ik net heb gemaakt, die herhaal ik nog een keer graag richting Vechtdal Breed. Die hebben gewoon goed initiatieven getoond, hebben hard aan getrokken. Die dachten ook dat het klaar was en daar mochten ze ook op vertrouwen. Dus het is gewoon niet ziek wat hier nu gebeurt. En dit is notabene een partij die in overheidshanden en in bankaire handen is. Dus als we daar dan niet meer op kunnen vertrouwen, dan doet dat echt wel ook wel iets met mij en met mijn achtergrond. Dus ik vind dit ook niet iets waar ik lichtzinnig overheen stap. En dit kun je inderdaad niet bij vrijwilligers neerleggen, volkomen terecht. Goed, dan had ik een beetje ratje toe van de agenda gemaakt onderhand. Maar ik ben inmiddels weer bij de mededelingen vanuit het college van BNW. Ik kijk even naar de collega. Ik heb iets mede te delen. Dat is wel een beetje de grote burgemeestershow vandaag. Zo. Het doet mij vreugde dat wij, ook naar aanleiding ook van een kleine discussie die we ook met mevrouw Lagas eerder hebben gehad, over de retail deal en de afspraken die vanuit gemeente te maken zijn met het ministerie. We zijn inmiddels zover dat we met het ministerie van Economische Zaken tot een retail deal zijn gekomen. Niet als enige gemeente, er zijn meer gemeenten die dat betreft. Maar dat is heel mooi omdat dat heel aanvullend is op alle activiteiten die wij al in het centrum van Ommen voornemens zijn te doen. Daar gaat u ook geld mee gepaard. Het is alleen zo dat ministers wat drukker zijn dan burgemeesters. Dus wij moeten even wachten op een moment dat minister Kamp ook daadwerkelijk een handtekening kan zetten. Zodat het niet alleen een formaliteit is, maar ook iets wat mooi onderstreept hoe belangrijk het is om te blijven. Ja, dat zou heel mooi in Ommen kunnen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar in ieder geval, dat is nu aanstaande. Dat is mooi, want dat is denk ik een belangrijke drager mede ook onder het centrumplan waar wethouder Ter Kuurst hard aan trekt. Goed. Dat gezegd hebbende, kom ik bij de hamerstukken. Dat begint met de transitie van de RUD en de toestemming om een GR op te richten. Al dus besloten. Dan hebben we de aanvraag vangnetuitkering. U heeft besloten. En de renovatie van de stemverklaring van de heer Middelkamp bij de renovatie. Goed zo. Wie heeft er een stemverklaring?
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het onderwerp onderwijshuisvesting is de laatste jaren veelvuldig in dit huis aan de orde geweest. En de VOV-fractie heeft herhaaldelijk ons standpunt dienaangaande naar voren gebracht. Het is in principe voor niemand in het huis een verrassing hoe wij daarin staan. Bij de laatste behandeling van dit onderwerp echter hebben wij beloofd dat we niet meer op onze standpunten zouden terugkomen. Dat gaan we dus ook niet doen en dat is de reden dat we inhoudelijk nog in de commissievergadering, nog in dit huis op dit moment bij de behandeling in deze raad, erop zullen terugkomen. Onze fractie wil echter een consistent gedrag vertonen wat dit dossier betreft en dat betekent derhalve, voorzitter, dat wij niet voor dit voorstel kunnen zijn en dus bij deze ook zullen tegenstemmen. Voorzitter, dat was hem, dank u wel. Dank u. Nog anderen met een stemverklaring? Dan constateer ik dat met het tegenstemmen van de VVV-fractie is aangenomen. Al dus geschied. Dan kom ik bij het eerste bespreekpunt van vanavond. Het debat over de samenwerking gemeente Ommen en Hardenberg. U heeft daar wat correspondentie over mogen ontvangen. En ik zou graag mevrouw Bakelaar als eerste willen uitnodigen om het woord te voeren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, goed om te melden dat ik hier niet namens de CDA-fractie sta, maar namens de gehele raad. Als de CDA-fractie zometeen nog een bijdrage heeft, dan zal ze die in tweede termijn doen, als het gaat om dit agendapunt. Als gezamenlijke raad hebben we een motie opgesteld naar aanleiding van de voorliggende stukken. En hetgeen we ontvangen hebben, de brief van de gemeenteraad Hardenberg. En ik zou graag de motie dan ook in totaliteit willen voordragen. Hij is dus ingediend door alle partijen. De raadsvergadering vanavond, 15 december 2016. En het betreft het agendapunt samenwerking gemeente Ommen en Hardenberg. De raad van de gemeente Ommen constateert dat de coalitie gemeenteraad Hardenberg in het coalitieprogramma 2014-2018 heeft vastgelegd dat de haalbaarheid van een bestuurlijke fusie met Ommen binnen 2 jaren onderzocht moest worden. Tweede punt. Op 24 mei 2016 in de gemeenteraad van Hardenberg een motie aan de orde is geweest waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg wordt opgedragen een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie met Ommen. Constateert dat het derde punt, de gemeenteraad van Hardenberg per brief van 3 oktober 2016 aan de gemeenteraad van Ommen mededeling doet zelf een onderzoek naar een bestuurlijke fusie met Ommen uit te willen voeren en de gemeenteraad van Ommen uitnodigt om hierin te participeren. Vierde punt, het presidium namens de raad van Ommen per brief van 21 november 2016 heeft gereageerd met het voorstel om met het presidium Raad Hardenberg in gesprek te gaan over gemeenschappelijke belangen zoals de bestuursdienst Ommen Hardenberg. En het laatste punt bij constateert dat dit gesprek tussen beide presidia inmiddels heeft plaatsgevonden op maandag 12 december 2016. De raad van de gemeente Ommen overweegt dat eerste punt er tussen 1998 en 2001 bij plannen over gemeentelijke herindeling in Overijssel een intensieve politiek-maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden over een bestuurlijke fusie tussen Ommen en Hardenberg. Overweegt dat tweede punt het gemeentebestuur en de inwoners van Ommen in het tijd hebben aangegeven dat Ommen zelfstandig moest blijven. Derde punt, in het coalitie-raadsprogramma 2014-2018 krachtig de handen in één, door de Raad van Ommen vastgesteld op 27 mei 2014, staat dat bij de actualisering van de toekomstvisie Ommen richting 2030 Ommen als zelfstandige gemeente zal kijken naar thematische samenwerkingsvormen en verbindingen binnen het Vechtdal. En als laatste punt bij overweeg dat in de huidige raadsperiode alle fracties herhaaldelijk hebben aangegeven een bestuurlijke fusie met de gemeente Hardenberg ongewenst te vinden. Dit hebben we op meerdere punten gedaan. Onder andere bij het punt ambtelijke fusie BOH, bestuurlijk manifest, maar ook bij de behandeling van de kadernota's en de programmabegrotingen.
Nou, dan komt natuurlijk het belangrijkste. Wij zijn van mening dat de voorzieningen voor de inwoners voor nu en in de toekomst op kwalitatief hoog niveau zijn. En we zijn ook van mening dat met de bestuursdienst Ommen Hardenberg, oftewel de BOH, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke inzet en dienstverlening gegarandeerd moet zijn. En we zijn van mening dat er voorts geen redenen zijn om onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeente Ommen en Hardenberg. De gemeenteraad van Ommen spreekt dan ook uit. 1. Dat Ommen een zelfstandige gemeente is en zo recht doet aan een gemeenschap met een eigen karakter. De gemeenteraad van Ommen spreekt ook uit dat de raad van Ommen derhalve niet participeert in het onderzoek naar de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie met de gemeente Hardenberg. En als laatste punt spreekt de gemeenteraad Ommen uit dat onverlet dat de raad van Ommen, wij hechten aan de samenwerking met de gemeente Hardenberg, zeker in relatie tot de gezamenlijke ambtelijke dienst, bestuursdienst Ommen en Hardenberg, en hierover het gesprek continueert. Heel veel tekst, maar wel een hele belangrijke tekst voor ons allemaal. En we gaan dan ook over tot de orde van de dag, zoals dat heet onderaan de motie. Ommen 15 december 2016, getekend door alle fracties hier aanwezig vanavond. Dank u wel. En dat was hem. Mevrouw Baaklaar, dan zal deze straks in stemming gebracht worden en maakt u onderdeel uit van de beraadslagingen. Ik kijk naar de heer, we gaan gewoon het rondje om, de heer De Jonge, VOV-fractie. Ja, voorzitter, als je zo'n gemeenschappelijke motie indient, dan zou je haast zeggen van, dan heb je als fractievoorzitter of als portefeuillehouder in deze niets meer te vertellen. Voorzitter, de VOV-fractie heeft nog wel wat te vertellen. En dat zal u nu bevreemden. Voorzitter, en even een stukje historie. In 1998 wilde de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Johan Remkes, en later ook zijn opvolger, de heer Plasterk, wilde wat met schaalvergroting van gemeentes. De toenmalige minister Remkes heeft er heel erg op ingezet. Plasterk in eerste instantie ook, maar in tweede aanleg heeft hij dat wat genuanceerd. Dat het weinig opleverde in bepaalde gemeentes. En de rol, de taak van de gemeente om het besluit te nemen bij de gemeente zelf ligt. Dat waarderen wij heel erg. Voorzitter, in 1998 en tot 2000 heeft hier in Ommen een hele grote discussie plaatsgevonden om een schaalvergroting aan te gaan en een fusie met Hardenberg. Dedemstraat moet zich daarbij aansluiten en nog wat andere gemeenten zie je. De gemeenschap van Ommen heeft zich daar heel erg tegen verzet. Het staat ook in de inleiding van de motie. De toenmalige burgemeester Bernard Kobus heeft acties geleid, is er veelvoudig voor naar de Eerste en Tweede Kamer geweest. Zelfs met een olifant of een kameel was het, geloof ik, door Ommen gelopen met de fractievoorzitters om zich te verzetten tegen die schaalvergroting. En het resultaat is er. Gelukkig is Ommen nog een zelfstandige gemeente gebleven. En wat de VOV-fractie betreft blijft dat ook zo, en dat sluit in mijn optiek, geluiden die ik hoor in de gemeenschap, sluit ons standpunt daar ook bij aan. Voorzitter, we hebben afgelopen maandag inderdaad als fractievoorzitters bij elkaar gezeten. En toen we er zaten moest ik even denken aan wat de voorzitter van de Tweede Kamer in een artikel schreef over besloten bijeenkomsten. Want die zei namelijk van als je in een besloten bijeenkomst zit, moet je je realiseren dat je kennis hebt van een zaak die je wellicht niet of wel kunt delen met je achterban, met de bevolking. Voorzitter, en wat mij betreft is het de eerste en de laatste keer geweest dat we een besloten vergadering over dit onderwerp hebben gehad. We hebben net al de keuze gemaakt om zelfstandig te blijven, maar als we verder gaan in gesprek over andere onderwerpen, dan hoort dat thuis hier in deze zaal, in deze kamer, waar we onderling als Ommen zelfstandig een debat met elkaar kunnen voeren. Voorzitter, ik heb afgelopen maandag nog niet gehoord dat Hardenberg, en ook daarna niet, de gemeenteraad van Hardenberg zal stoppen met het onderzoek. Ze zouden dat later naar ons terugkoppelen. Prima, we wachten het af en ik vertrouw erop dat er geen onderzoek komt. Maar voorzitter, mocht er toch een onderzoek komen vanuit Hardenberg, daar hebben ze alle vrijheid in om dat te doen, dan wil ik aan u als college vragen dat daar beperkingen aan zitten. En de beperkingen zijn, voor wat de fractie van de VOV betreft, het onderzoek vindt niet in dit huis plaats.
Het onderzoek wordt niet bekostigd met centen van de gemeente Ommen. Alle kosten van inzet van BOH in deze worden doorbelast volledig voor de volle 100% aan de gemeente Hardenberg. En voorzitter, ik wil aan u vragen om als college van de gemeente Ommen daarin geen rol te spelen. Voorzitter, wat mij betreft vindt er vanaf nu geen nieuwe discussie plaats over de zelfstandigheid van Ommen dan wel een fusie met een andere gemeente wat ons betreft. En de motie is daar heel helder in. En nogmaals, ik ben zeer content dat die motie gezamenlijk namens de gehele gemeenteraad is opgesteld. Blijft Ommen zelfstandig en is er geen sprake meer van een fusie. Dank u wel, de heer De Vries Robles namens de D66 niet, mevrouw Lagasse, VVD niet, de heer Moerman, Partij van de Arbeid niet, LPO-fractie, de heer Bongers wel, denk ik, ja. Dank u voor het woord, voorzitter. Als lokale partij Ommen hebben wij natuurlijk een bepaalde reputatie en die willen we toch ook nog graag eventjes benadrukken. Lokale partij Ommen, het was mevrouw Buter, de oprichter, of een van de oprichters van de lokale partij Ommen, die zich ontzettend samen met de voormalige burgemeesters zich enorm heeft ingezet voor behoud van deze unieke, prachtige stad Ommen. En daar willen we op voortbeduren. Laat ik vooropstellen dat de motie die, zoals die mevrouw, door mevrouw Bakelaar is voorgelezen, dat wij die voor volle 100% steunen en dat we blij zijn dat dat een gezamenlijkheid is van alle fracties. Desalniettemin hebben wij als lokale partij Ommen nog wel een eigen visie. Voorzitter, de LPO is een groot voorstander van samenwerken. De LPO staat dan ook open voor allerlei samenwerkingsvormen en partners in belang van Ommen. Een van die samenwerkingsvormen die de LPO ondersteunt is de gemeenschappelijke bestuursdienst van Ommen en Hardenberg, de BOH. Met de BOH zijn de afgelopen jaren zichtbare resultaten behaald voor zowel Ommen als voor Hardenberg. Wat de LPO betreft kan en moet de bestuursdienst zich nog verder ontwikkelen. Hiertoe hebben we onder andere een krachtig en capabel operationeel bestuur nodig die de bestuursdienst op een hoog niveau weet te tillen. Er wordt nog veel te makkelijk geleund op allerlei bureautjes tegen hoge kosten. Het nemen van initiatief, verantwoordelijkheid en het opbouwen van expertise is nog geen gemeengoed binnen de BOA. Is een bestuurlijke fusie tussen de gemeente Ommen en Hardenberg de sleutel voor het verbeteren van de bestuursdienst? Laten we gewoon met beide benen op de grond blijven staan en ons eerst maar eens analyseren wat er verder verbeterd moet worden binnen de BOA om vervolgens te kijken welke oplossingen horen daarbij. En ik kan u verzekeren, de oplossingen liggen meestal dichter bij huis dan de bestuurlijke fusie met Hardenberg. Is de financiële crisis binnen Ommen een aanleiding om een bestuurlijke fusie met Hardenberg aan te gaan? De gevolgen van het gevoerde wanbeleid van de afgelopen jaren wordt steeds meer voelbaar voor de inwoners en voor de toeristen van Ommen. Ondanks de inzet van tientallen miljoenen euro's reserves, nodig voor onder andere de drieslag en het centrum, de belastingverhogingen en de bezuinigingen heeft Ommen nog steeds een financieel tekort. Gered door meevallen van het Rijk lijkt Ommen eventjes financieel gered. Echter met nog een overschot van 105.000 vierkante meter aan bedrijfsterrein, nog te ontwikkelen bedrijfsterrein, is het uiterst onzeker of dit voldoende soelaas gaat bieden. De Robrink lijkt de financiële toekomst van de toekomst van de Robrink lijkt alleszins allerminst gewaarborgd. Een verhoging van de OCB van meer dan 20% in 4 jaren en voor de komende jaar zelfs de op één na hoogste verhoging van heel Nederland wordt de aantrekkelijkheid van Ommen in een ras tempo aangetast. En ondanks de stijging van de woonlasten en belastingdruk is het in Ommen uiterst onzeker of de toekomstige voorzieningen. Er wordt een andere wedstrijd gespeeld, hoor ik. Ik ga even terug. En ondanks de stijging van de woonlasten en belastingdruk in Ommen is het uiterst onzeker of Ommen in de toekomst de voorzieningen voor haar inwoners en toeristen op een hoog kwalitatief niveau kan vasthouden. Maar de vraag is een bestuurlijke fusie met Hardenberg hiertoe een oplossing? Qua woonlasten en belastingdruk in ieder geval niet. Een strategische samenwerking, bijvoorbeeld met Dalfsen, biedt in dat op zich meer perspectief. Maar ja, wat heeft Ommen nog te bieden na 6 jaar financiële roofbouw?
Voorzitter, kort samengevat, de LPO wil graag samenwerken met allerlei partijen en op verschillende niveaus. En als het ook een daadwerkelijke toegevoegde waarde heeft voor Ommen. In dat opzicht sluit de LPO geen enkele gemeente uit. Maar vooralsnog kiezen wij voor een pragmatische insteek om Ommen weer beter op de kaart te zetten. En daarmee bedoelen wij niet dat deze recreatiegemeente Ommen volgezet moet worden met windmolenparken zoals Hardenberg dat wenst. Dat was onze eerste bijdrage, voorzitter. De heer Van der Moor, ChristenUnie, de fractie. Meneer de voorzitter, alleen al omdat de ChristenUnie Hardenberg een nogal prominente rol in dit hele verhaal speelt, voelden wij ons wel geroepen om ook enige woorden tot u te richten. Niet alleen tot u, voorzitter, maar tot de raad. Het is eigenlijk een beetje merkwaardig dat dit agendapunt een debat heet over samenwerking om Hardenberg. Want dat is er toch al, zou ik zo denken. Maar het gaat om versterking van die samenwerking. Dat is al door de vorige sprekers al aangegeven. En ik wil eigenlijk iets toevoegen aan de eerste woorden bij de presentatie van de motie, de gezamenlijke motie van door mevrouw Bakelaar. Niet alleen de stukken uit Hardenberg en ons antwoord op die stukken zijn aanleiding geweest tot die motie, maar natuurlijk ook de bereikte resultaten in het gezamenlijk gesprek wat we afgelopen maandag tussen de diverse fractievoorzitters hebben gehad. Een gesprek dat helaas door deze en gene en ook wel door de regionale telegraaf wordt genoemd als een geheim overleg. Er is kennelijk alleen maar een onderscheid van geheim en openbaar en niet gewoon met elkaar spreken over zaken waar je toenadering zoekt tot elkaar. Tot de zaak zelf komend, wat de motie zelf betreft, meneer de voorzitter, daar kan de ChristenUnie zich prima in vinden om te praten over goede resultaten, want dat is wel degelijk een positief punt geweest wat de samenwerking betreft. Er zijn ook goede afspraken over gemaakt. Net is ook al een aantal keren genoemd de samenwerking die we al hebben op het gebied van de bestuursdienst en wat daar ook op dat gebied nog te doen valt. Het is zo dat dit natuurlijk informatie is die de pers helemaal niet zo interesseert, want het gaat goed. Dus moeten we toch het woord fusie laten vallen. We vinden dat jammer. Wij als fractie, zeker omdat in het genoemde gesprek al duidelijk afstand is genomen door het presidium van Hardenberg van het woord fusie. Daar is uitsluitend gesproken over samenwerking. En op die samenwerking zouden we ook willen inzetten. Vinden we een positieve zaak. Willen we ook graag van harte aan meewerken. En we willen graag zien te voorkomen, voor zover dat in onze macht ligt. En ik roep aan ieder op die daar verantwoordelijk voor is, om suggestief woordgebruik te vermijden. Dank u wel. Het is misschien toch goed om namens het college nog een aantal dingen te zeggen. Vanzelfsprekend staat het college achter de motie zoals die door de raad is opgesteld en ook, denk ik, zo dadelijk unaniem wordt aangenomen. Dus dat kunnen wij alleen maar ondersteunen, omdat die, denk ik, ook twee elementen bevat. Enerzijds heel duidelijk een uitspraak dat uw gemeenteraad zelfstandig wil blijven zoals we dat al twee eeuwen lang zijn. Als eerste uitgangspunt en als tweede uitgangspunt dat onverlet laat dat je ook dingen in samenwerking doet en dat je dat zo goed mogelijk wilt doen en dat je ook wilt inzetten in de continue verbetering van die samenwerkingen. Dat is volgens mij ook hoe wij dat in de praktijk vorm en inhoud proberen te geven. De heer De Jonge stelde een aantal vragen, maar die waren enigszins retorisch van aard. Dus ik denk niet dat hij erg zit te wachten op een antwoord, omdat die, denk ik, al in zijn vraagstelling gelegen waren. Op één punt moet ik hem een klein beetje ontkrachten, dat zal ik ook maar doen, want hij zei vanuit dit huis zal er niets gebeuren als het gaat om een eventueel bestuurskrachtonderzoek. Zou dat er al komen? Dat kan ik niet helemaal garanderen, omdat een deel van de BOH natuurlijk hier gehuisvest is. En het best mogelijk is dat een van die mensen iets moet aanleveren. Dus dat hij me daar nou niet later op aanspreekt, dat er misschien toch iemand iets gedaan heeft. Maar dat zal dan niet namens het gemeentebestuur van Ommen zijn. Dat dacht ik al. Ja, en toen dacht ik, nou gaat de heer Bongers helemaal los. Wat is dat toch? En ik schrok een beetje. Ik denk, god, dat is al, meneer Bongers die zit in een heel ander gemeentebestuur dan waar ik voorzitter van ben. Maar toen dacht ik, ik heb net zo'n opleiding afgerond en daar heb ik marketing gehad. En dat heet reverse psychology. Dus als je maar lang genoeg vertelt hoe waardeloos het hier is, dan is er niemand die nog met je wil fuseren. Dus dat is wat de heer Bongers deed. Nou, echt fantastisch. APPLAUS.
Dus nou, inderdaad, applaus daarvoor. Nou ja, en tenslotte, ja, geheime overleg, dat doe ik niet aan. Dat doe ik hier al 14 maanden niet, dus dat was het maandag ook niet. Dat was het, denk ik. Ik kijk even rond of nog iemand het woord wenst in tweede termijn. Mevrouw Baaklaar, CDA-fractie in dit geval, denk ik. Ik begin al aan te wennen om het pasje terug te brengen. Ik denk wat belangrijk is, volgens mij is duidelijk, is ons standpunt duidelijk. En dat is denk ik, wat zei ik, ik ben naamloos. Kijk, dat is toch altijd fijn als je een naam hebt. Ja, wat denk ik even belangrijk is toch om te melden dat de CDA-fractie zegt omme is omme. En omme blijft omme. En als een krachtige gemeente wat we willen zijn, betekent dat je voorzieningenniveau goed op orde moet zijn. Betekent dat je ook oog en oren moet hebben voor de samenleving. En ook voor de mensenorganisaties om je heen. En dus ook andere overheidsorganen. Dus dat vraagt samenwerking van onze natuurlijke partner vanuit onze ambtelijke fusie, Hardenberg. Vraagt net zo hard samenwerking met andere omliggende gemeentes. Maar vraagt ook samenwerking met organisaties en noem het allemaal maar op. Ik denk dat we dan samen krachtig staan. Twee items die ik maandag ook gehoord heb, is dat ook Hardenberg ziet het gemeenschappelijk belang wat we hebben, namelijk de bestuursdienst om Hardenberg. En de doorontwikkeling daarvan, willen we ook echt die ambities waarmaken als we kijken naar goede strategische thematische samenwerking. En wat we ook hier in deze zaal bekrachtigd hebben, is het bestuurlijk manifest, waar we allemaal wel iets van vonden. Maar op inhoud hebben we gezegd, die intentie die het manifest uitspreekt op de thematieken mens, maatschappij, economie, dat zou mooi zijn als we daar samen meer vorm aan kunnen geven. En dan de doorontwikkeling van de bestuursdiensten om Hardenberg. Dus ik zie uit naar een volgend gesprek. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De heer De Jonge nog in tweede termijn. Mevrouw Lagas. Voorzitter, ik kan me heel aansluiten bij de opmerking die mevrouw Baaklaar nog maakte. Maar goed, dat was al duidelijk uit onze motie, volgens mij. Ik heb nog wel even een vraag aan de fractievoorzitter van de VOV. Ik begreep ook niet zo goed zijn opmerking over een besloten vergadering. Het was gewoon een overleg. Maar hoe moet ik dat nou zien in het kader van de schaduwfractieoverleg van de VOV? Dat is altijd helemaal van voor tot eind openbaar? Of is dat gewoon een besloten deel en een inspreekdeel? Meneer De Jonge. Ja, voorzitter, in deze een opmerking die niet de zaken doende is, maar ik wil mevrouw Lagas graag bedienen. Bij ons zijn alle bijeenkomsten volledig openbaar en iedereen mag daarbij aansluiten van het begin tot het einde aan toe. En meer dan de VVD-fractie hebben wij naast een inloopfractie, hebben wij politieke cafés, themabijeenkomsten en daar is iedereen van harte welkom en mag iedereen zijn woordje doen. Bij deze ook de uitnodiging namens de VOV-fractie om op 6 januari in Café de Herberg de nieuwjaarsreceptie mee te vieren. Moet ik even corrigeren, want de nieuwjaarsreceptie van de VOV is op 6 januari, voorzitter. En die vindt plaats in Tante Post aan de Markt. En daar gaan we gezellig en daar bent u alle uur van uitnodiging gehad. Maar ook de burgers van Om hebben wij uitgenodigd. Er komt volgende week een prachtige advertentie voor in de krant staan. En die mag graag nodigen van harte uit om met ons in discussie te gaan over zaken die in Om spelen. Kijk, zo ronden we deze discussie toch wat positief af. Mevrouw de Gaas. Hartstikke mooi en ik hou van dit soort openbaarheden hoor. Dat is bij ons ook niet anders. Maar daar lijkt meneer De Jonge misschien niet genoeg op dat het ook zeker plaatsvindt. Volgende week woensdag bent u ook meer dan welkom bij een bijeenkomst die wij openbaar hebben. Dus als u het niet gezien heeft, dan nodig ik u bij deze uit. En dan heb ik nog even een opmerking naar de heer Bongers. Want ik zit er dan. U gaf het al aan, het is een marketingstunt. Maar ik vind het soms zo knap hoe iemand weer terug kan in de geschiedenis. Hij begon met de geschiedenis. En ik moet het nou toch even opzoeken. Want ik hoorde in mijn hoofd steeds. En toch ben ik van mening dat Carthago verwoest moest worden. En dat is uitgesproken door Marcus Porcius Cato Censorius Major. Dus u treedt in de voetsporen van een bekende geschiedenisfiguur. Die ook continu datzelfde verhaal herhaalde. Dus volgende keer dan ga ik gewoon tegen u zeggen van, Marcus is ook weer aan zet. De heer Bongers, het was wat uitlokking van mevrouw Lagas. Ja, nou ja, ik ben blij dat mevrouw Lagas constateert dat wij een consistent beleid voeren. Dat waardeer ik zeer. Ik was nog wel even benieuwd naar de wedstrijd die de burgemeester aan het volgen was in het kader van de marketing. Dat vertel ik u zo bij het gebakje, als u dat goed vindt. De heer Van der Mooren nog,
Nee, dan denk ik dat wij tot stemming over kunnen gaan. Misschien is het gelet op het gewicht van de motie wel mooi als u allemaal, als u het eens bent met de tekst, die ik dan nog even... Nee, ik ga niet de hele tekst voorlezen. Nee, we moeten een beetje op de tijd letten. Maar u spreekt hieruit dat Ommen een zelfstandige gemeente is en zo recht doet aan een gemeenschap met eigen karakter. De Raad van Ommen derhalve niet participeert in het onderzoek naar voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie met de gemeente Hardenberg. Dat onverlet laat dat de Raad van Ommen hecht aan de samenwerking met de gemeente Hardenberg, zeker in relatie tot de gezamenlijke ambtelijke dienst. En hierover het gesprek natuurlijk continueert. Als u daarvoor bent, zou u dan uw hand willen heffen? Twee mag ook, jouw. Dan heeft de Raad van Ommen al dus besloten. Dan komen we bij het volgende punt, namelijk door mijzelf bedacht, een korte schorsing. Misschien heeft u het wel gemerkt, misschien ook wel niet. Dat laatste zou eens heel prettig zijn, dat ik sinds ik hier ben een opleiding heb gevolgd. Het is inderdaad een opleiding op bedrijfskundige gebied, waar heel veel marketing aan de orde was. Dat klopt. Maar ik heb dat succesvol mogen afsluiten. Gelukkig, want dat betekent dat ik nog meer tijd voor u heb. Dus dat is alleen maar heel fijn. En om dat te vieren heb ik een mooie taart laten maken. Het is een slagroomtaart. Ik hoop dat u ervan houdt. Er zijn denk ik genoeg stukjes voor iedereen die er is. Ik wou eerst een hele mooie foto van mezelf erop zetten. Maar dat vond de bakker geen goed idee. Want dat deed geen recht aan de kwaliteit van het product, zei hij. Dus ik hoop dat u ervan smaakt. We schorsen even tot 8:30 en dan gaan we verder. Dus neemt u een kopje koffie en een stukje taart. Maar voorzitter, maakt u weer een hele hoop goed met de koketti-moties die niet aangeleverd zijn. Dus dan compenseert dat weer voor het afgelopen jaar. Zo is dat. Er is ook voor de mensen op de tribune een stukje taart, hoor. Dus als u er zin in heeft, dat kan. Ja, er werd hier even een tekst geoefend voor de rondgang in Arjen, is dat geloof ik. Hè? Van, daar speelt één... Er zijn nog. De filsters zijn ook nog kader verkrijgbaar. Oké. Okay. Goed, ik. Ik heropen de vergadering. En aan de orde is de ruimtelijke economische verkenning van de Rotbrink en de stand van zaken liquidatie, de Rotbrink BV CV. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Nee, dit wordt dit keer geen marketingverhaal. Maar het is eigenlijk omgekeerd. Geen oude wijn in nieuwe zakken? U spreekt over uzelf? Of? Nou, goed. Voorzitter, laat ik beginnen met het genoegen uit te spreken dat er nu eindelijk na een lange periode een portefeuillehouder is voor de opbreng die er actief mee aan de slag gaat en probeert uit de slop te trekken. Wij zijn verheugd dat zich nu laat aanzien dat er nu ook concrete verkopen op de opbreng gaan plaatsvinden. We zijn ook verheugd op het feit dat de door de LPO onder andere voorgestelde prijsdifferentiatie toegepast worden en dat ook verschillende toepassingen wat betreft de benutting van de terreinen tot de mogelijkheden behoort. Kortom, wij kijken rijkhalsend uit naar de marketing- en verkoopactiviteiten als portefeuillehouder. En we verwachten over een kwartaal daar hele mooie resultaten van u te mogen vernemen. En daar wil ik het bij laten, voorzitter. U wilt verder nog iemand het woord? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ook wij zijn zeer content met het stuk wat voor ligt. Ook de invulling die gegeven is naar de inventarisatieronde een aantal maanden geleden hier in de commissievergadering, waar in onze optiek op hoofdlijnen groot gevolg aan is gegeven, waarvoor complimenten. Wij waren ook zeer content. We verwachten wel dat het de volgende keer eerder in de stukken staat met de beantwoording van de vragen die wij gestuurd hebben naar de conform de afspraak hier in de Raad, naar aanleiding van de laatste commissievergadering, gaven een helder beeld. Voorzitter, wij zijn zeker, want als je kijkt naar de afgelopen jaren, ik heb eerder in de bijeenkomst aangegeven dat wij niet te ver willen terugkijken, maar nog één keer dan. Want deze raad is niet altijd goed op de dikte gehouden, daar waar het gaat over ontwikkeling van de Rotbrink. Er is de afgelopen tijd ook ontzettend weinig gebeurd, en dan praat ik afgelopen tijd over wat verder terug misschien, om zeg maar wat aan de acquisitie van de Rotbrink te doen, zijn we een aantal dingen vergeten. Dat nemen we degene die daarvoor verantwoordelijk is zeer kwalijk, is er niet meer. We hebben het zelf op ons bordje liggen, dat verwacht
Dat wordt wel wat van ons verwacht in deze, en dat bedoel ik meer van u als portefeuille houden, een stukje uitvoer, dat er eindelijk eens een keer goed aan de bak wordt gegaan. En ik hoop dat wij als gemeenteraad op de hoogte worden gebleven van hoe de verloop van acquisitie, hoe die acquisitie gaat verlopen en wat de resultaten daarvan zijn. En u heeft in de commissievergadering, of voorzitter, de portefeuillehouder heeft in de commissievergadering al iets aangegeven op onze wens om toch iets te doen met de lokale makelaars. En daar verwacht ik op de korte termijn, of misschien kan de portefeuillehouder daar al iets over zeggen. Vandaar verwachten wij ook wat van, wat de BOH niet hoeft te doen. En de makelaars met een heldere portefeuille en een beeld over deze wereld wel wat kunnen doen. En betaald worden bij een stukje resultaten zien wij toch heel veel in. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Bouwmans. Ik deed inderdaad net een stukje oefening voor mijn rol als Gabriel aanstaande zaterdag. En het is nog wel spannend, kan ik overzekeren, als je bijna 30 jaar lang geen tekst meer uit je hoofd hebt geleerd om in één keer dat te doen. Maar ik zal het u besparen, want het is oud-Nederlands en wat Bijbelse tekst. En het is misschien niet zo passend om dat op deze plek nu te doen, maar het is wel leuk. Dus voor de liefhebbers wil ik na afloop wel wat met mijn rol oefenen. Ik kan zo licht praten, omdat ik blij ben met de feedback die ik vanuit de raad krijg. Daarvoor ook dank. Ik denk dat dit dossier echt gebaat is bij gewoon een raadsbrede steun en de weg vooruit. En die moeten we ook gaan bewandelen. Mijn indruk is goed. We zijn echt met diverse partijen in gesprek. En ik merk ook dat het gewoon belangrijk is dat je daar met elkaar je schouders onder zet. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dus dat doen we ook op die manier. En dan heb ik er ook alle vertrouwen in dat de goed ingezette lijn van het afgelopen jaar ook het komende jaar verder opgepakt kan worden. Dat we ook tot grondverkoop overgaan. En we hebben in de commissie uitvoerig met elkaar gesproken over waarom dat belangrijk is. Dat is onveranderd het geval. En dan kom ik eigenlijk bij de enige vraag die misschien in mijn richting is gesteld door de heer De Jonge. Dat doen wij natuurlijk in samenspraak en samenhang met andere partijen. Makelaars zijn daar een belangrijke partner in, kunnen een belangrijke partner zijn. Ik heb u de vorige keer verteld over het gesprek dat wij hebben gehad. Daar is inmiddels vanuit de drie betrokken makelaars op gereageerd. Ze willen graag met ons in gesprek. Ze zien het wel in een wat bredere context. Dus daar moeten we even goed naar kijken hoe we dat vorm en inhoud zouden kunnen geven. Maar ik denk dat het begint met elkaar nog een keer weer aan tafel zitten en kijken hoe je dat kunt doen. Kijk, uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. En dat is gewoon zorgen dat zo snel mogelijk dat bedrijventerrein zich op een goede manier ontwikkelt. Die goed is voor de bedrijven daar en voor Ommen als geheel. Voorzitter, ik voel mij aangemoedigd om te zorgen dat wij over een kwartaal hier weer mooie berichten kunnen vertellen. Dank u wel. Wens iemand in tweede termijn nog het woord? Nee, dan kunnen we overgaan tot stemming. Wie wenst er nog een stemverklaring af te leggen? De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Met het voorstel wat voor ligt, geeft het college invulling aan de door de raad gegeven opdracht eerder dit jaar. Het CDA heeft kennis genomen van de stukken en heeft vertrouwen in het college dat de zaken tot nu toe voortvarend heeft opgepakt. Het CDA kijkt de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Reden waarom wij als CDA het voorstel zullen steunen. Dank u wel. Mag ik dan concluderen dat dit voorstel unaniem is aangenomen? Dit voorstel is unaniem aangenomen. Het woord is aan de heer Bouwmans. Dan kom ik bij de aanpassing van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp en de afstemmingsverordening die daaronder hangt, ook in de commissie aan de orde geweest. Ik kijk even wie daarover het woord wenst. De fractie van de VOV, de heer Middelkamp. Voorzitter, ik hoop dat u de opmerking met mijn buurvrouw ter linkerzijde zojuist niet heeft meegekregen, want die is niet voor herhaling vatbaar, gelukkig. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de commissie heeft de fractie van de VOV fel verzet willen plegen tegen het voornemen om niet direct de staffeling van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp te gaan inzetten. Waarom waren we daar fel tegen? We vinden het goed voor de inwoners met een smalle beurs. Het helpt direct zorgmijding te voorkomen. En indirect helpt het mee om het zwarte geldcircuit in toom te houden, voorzitter. Want dat is een effect van een bijdrage die als te hoog wordt ervaren.
Als reactie heeft de wethouder een nagekomen bijlage gestuurd, voorzitter, waarin is toegezegd dat de staffeling met terugwerkende kracht in de loop van volgend jaar 2017, maar met terugwerkende kracht tot 1 januari dit jaar toegepast zal worden. En dat is ook precies wat wij wilden. Alleen hadden wij heel graag gezien dat dat van meet af aan, mede om zorgmijding te voorkomen en de andere argumenten die ik u zojuist noemde, om dat direct te doen. Praktisch gezien, voorzitter, is er halverwege december eigenlijk ook geen tijd meer om nu nog in deze raad een nieuwe versie van de verordening te gaan bespreken. Het had gekund. Het oorspronkelijke voorstel dateert van iets van 2 maanden geleden, dus hadden we dat direct aangepakt, dan had dat gekund. In de commissie heeft de wethouder aangegeven dat het technisch gezien ook heel goed mogelijk was geweest. Maar goed, het is half december en we krijgen dat niet meer voor elkaar. Daarnaast, voorzitter, heeft onze fractie wel een gevoel gekregen bij de argumentatie dat de communicatie naar de inwoners rommelig wordt op het moment dat je meerdere malen in een jaar over eenzelfde soort onderwerp berichtgeving doet. Het veranderen van de staffeling, daarna het veranderen van de invulling van het schoonhuis, etc. En daar heeft de wethouder in de argumentatie wel een punt. Toch, voorzitter, willen we graag aan de wethouder verzoeken om begin volgend jaar te vertellen dat we in dit proces zitten. Dat er medio volgend jaar een aanpassing zit aan te komen. En dat de inwoners met een smalle beurs erop mogen rekenen dat er met terugwerkende kracht de eigen bijdrage voor hen die dat geldt wordt teruggeploegd en dus wordt verzacht. Resumerend, voorzitter, zullen wij met de toezegging van de wethouder voor dit voorstel stemmen. Voorzitter, dank u wel. Dit was het. Dank u wel. Ik kijk of anderen nog het woord wensen dan niet. Dan denk ik dat we tot stemming over kunnen gaan. Mag ik concluderen? Nee, mevrouw Makkinga, een stemverklaring, denk ik. Ja, voorzitter, CDA, dank u wel. Wij hebben inderdaad in de commissievergadering de suggestie gedaan aan de wethouder om met de terugwerkende kracht dit in te voeren. En in de raadsbrief staat het heel duidelijk wat ons betreft aangegeven. En we zijn daar erg blij mee, dus we stemmen in met dit voorstel. Dank u wel. Anderen nog met een stemverklaring? Dan concludeer ik dat met de gemaakte opmerkingen u unaniem heeft ingestemd. Dan kom ik bij het volgende agendapunt. Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Wie bent daarover het woord te voeren? De fractie van het CDA. Nee, niet de enige. En de heer Bongers. Hij doet het. Voorzitter, wat het onderhoud van gebouwen betreft steunt het CDA een planmatige benadering met ondersteuning van informatiesystemen, zodat een effectieve en efficiënte uitvoering mogelijk is. Ook is het CDA verheugd te constateren dat de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening met een bedrag van 122.500 kan worden verlaagd. Deze structurele vrijval wordt vervolgens in de begroting opgenomen als stelpost. Voorzitter, om te voorkomen dat we weer allerlei potjes in het leven gaan roepen, doet het CDA de wethouder de suggestie om deze stelpost in 2017 te evalueren, om te bezien of dit de komende jaren op een dergelijke manier moet worden voortgezet. Graag hoort het CDA hierop een reactie van de wethouder. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dunnewind. De heer Bongers, LPO-fractie. Dank u wel, voorzitter. We hadden aanvankelijk wat vragen met betrekking tot het onderhoud en vooral het onderhoudsbudget. Met name dat gebouwen als het gemeentehuis en de carousel in één keer minder onderhoudskosten behoeven. Nou, met de brief die wij van de wethouder hebben ontvangen is daarmee een belangrijk deel verklaard. En op zich kunnen wij ons heel goed vinden in de systematiek zoals die hier nu voor ligt. Die ondersteunen wij. Ik wil er wel bij aantekenen, of wij willen er wel bij aantekenen, dat je bij deze systematiek met elkaar wel moet realiseren dat je dus een deel van de onderhoudskosten terugbrengt rechtstreeks naar de begroting. En nou, ik wil niet in herhaling vallen, want dan krijg ik met mevrouw Lagasse te doen. Maar daarmee, je brengt iets meer risico in je begroting. Want je kunt wel constateren van, nou, er moet groot onderhoud gepleegd worden. Dat zit niet in het standaardbudget. Dus
Dat brengen we ten laste van de lopende begroting of de begroting voor het komende jaar. Maar dan moeten wel voldoende beschikbare middelen zijn. Dus het is wel even een waarschuwing van breng dat grote onderhoud tijdig in kaart. Zodat daar ook tijdig op geanticipeerd kan worden met de middelen. En voor het overige kunnen we ons prima vinden in de systematiek. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Zijn er nog anderen die het woord wensen? Als dat niet het geval is, dan denk ik dat u ook hier unaniem mee gaat instemmen. Hmm. Nog een vraag voor. Oh, sorry. Ja, ik ben wel heel snel vandaag. Nee. Ik heb het. Ja, wethouder de cursus. Doe maar. U heeft er zin in, zie ik. Dus. Ik ga geen voordracht doen, voorzitter. Meneer Bongers, gelijk. Wat normaal in groot onderhoud zou vallen, dat wordt daar nu uitgetild en gaat met de renovaties mee. En elke renovatie komt terug in deze raad, een raadsbesluit en pas dan wordt het naar de begroting gebracht. Wij komen trouwens in 2017 met een voorstel hoe we dat het beste kunnen doen. En dan sluit ik aan bij meneer Dunnewind. U zult van ons in 2017 een evaluatie dan wel een voorstel kunnen verwachten ten aanzien van hoe stellen we beide veilig. En als u mij vraagt om dat toe te zeggen, als u mij belooft dat het de laatste toezegging is die ik dit jaar moet doen, dan zeg ik u dat toe. Heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? Als dat niet het geval is, dan denk ik dat we nu toch op het punt komen dat u unaniem dreigt te gaan instemmen met dit voorstel. Al dus besloten, dan kom ik op het ingelaste agenda punt 13. Over de armoedebestrijding kinderen. Fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dit kabinet heeft 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Naar aanleiding van schriftelijke vragen moeten wij helaas constateren dat ook in Ommer er kinderen zijn die opgroeien in armoede. Wel heeft de gemeente een goed zicht op welke kinderen het gaat. Er worden ook uitstekende initiatieven ontwikkeld om de doelgroep te bereiken en van de jongeren zelf te horen waar zij behoefte aan hebben. Om het een en ander echter te bekrachtigen hebben wij een motie voorbereid en deze zal ik er nu ook voorlezen en indienen. Motie vreemd ter orde van de dag. Onderwerp armoedebestrijding kinderen in Ommen. De Raad van de Gemeente Ommer, bijeen op donderdag 15 december 2016, constateert dat er meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede leven. Het kabinet heeft besloten dat er landelijk 100 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor armoedebestrijding onder kinderen. Dit geld geoormerkt is om in te zetten voor bestrijding van armoede onder kinderen en beschikbaar komt via het gemeentefonds. Is van mening dat kinderarmoede altijd bestreden moet worden, ook in de gemeente Ommen. Alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief. En wij in een maatschappij leven waarin alle kinderen actief mee moeten kunnen doen en niet noodgedwongen passief langs de zijlijn blijven staan. De gemeente Ommen een beroep doet op het beschikbare rijksbudget voor armoedebestrijding onder kinderen en dat deze extra middelen zo snel en doelmatig mogelijk ingezet moeten worden ten behoeve van arme kinderen in Ommen. En volgens draagt het college op om te komen met een plan van aanpak over omvang en inzet van de extra rijksmiddelen voor de bestrijding van de armoede onder kinderen in de Ommen. En dit in relatie tot het bestaande beleid. Vervolgens de raad ook te informeren over welke middelen de afgelopen 4 jaren zijn ingezet om armoede onder kinderen in de Ommen te bestrijden. En gaat over tot de orde van de dag. Was getekend Hilbert Moerman, Partij van de Arbeid. En inmiddels heeft ook de heer Bongers van de LPO mede ondertekend. En deze wil ik dan ook nu indienen. Dank u wel. Dan is die genoegzaam ondertekend en ingediend. Dan gaat die onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Ik kijk welke fractie hierover het woord wenst. Ik weet niet of u in de voorbereiding het stuk al heeft kunnen zien. Dan kunnen we gewoon door, anders zou die eerst uitgedeeld. Hij gaat nu rond. Zie ik de heer Middelkamp, VOV-fractie. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, armoede bij kinderen wordt voornamelijk veroorzaakt door financiële problematiek in de gezinssituaties. En daar ligt dan ook de oplossing als je armoede bij kinderen zou willen voorkomen. En dat wil de VOV. Recent hebben we in deze raad overigens over armoedebeleid gesproken en tot de conclusie gekomen dat een integrale bestrijding van armoede de oplossing is en niet alleen maar het inzoomen op kinderarmoede.
Het is goed dat de Rijksoverheid toch een steuntje in de rug geeft voor de allerarmsten onder de kinderen. En rekenkundig gezien komt het er eigenlijk op neer dat er... per kind €250 door het Rijk beschikbaar gaat komen. Het betreft, zoals is aangegeven in de motie, geoormerkt geld. En zoals bij alle gelden die op deze wijze het gemeentefonds bereiken, voorzitter, zal het college voorstellen naar de raad moeten doen en wat ons betreft gerichte voorstellen om dat geld ook op een adequate wijze te gaan besteden. De vraag is dan ook, waarom is daar een motie voor nodig? Het zou kunnen dat er iets van wantrouwen doorklinkt naar het college als het gaat om de werkwijze en de verantwoording en het doen van voorstellen als het gaat om gemeentefondsen gelden. En dan nog wel van een coalitiepartij. Voorzitter, als het geen wantrouwen is, dan heeft het er wat de VOV betreft alle schijn van dat het hier gaat om verkiezingsretoriek van de Partij van de Arbeid. Wellicht dat de heer Moerman dezelfde cursus gevolgd heeft als die u als onze voorzitter heeft gevolgd. In ieder geval is het wat ons betreft niet nodig geweest om dit over de bühne te brengen. En wij zullen dan ook om deze reden niet voor dit voorstel stemmen, voorzitter. Dank u wel. Ja, voorzitter, dat hier wil ik toch wel heel graag op reageren. Ten eerste is de motie niet overbodig. De motie is gewoon een extra bekrachtiging. En als het, ook al zou het maar gaan om één kind rond, dan is het nog geen overbodige motie, ook al dien ik 10 moties in. De tweede is daarvan geen enkel blijk van wantrouwen naar het college in deze motie kenbaar. En ten derde heb ik toch de indruk dat de Partij van de Arbeid hier wordt beschuldigd van enige populisme. En ik vind het toch wel, als ik het... Laat ik het netjes zeggen. Ik vind het bijzonder vermakelijk dat de Volkspartij Ommen vooruit en andere partijen in de gemeenteraad van Ommen beschuldigd van populistisch taalgebruik. Daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel. Ik kijk wie overigens het woord wenst. In ieder geval mevrouw Schunselaar, VVD-fractie. Ja, hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Ik meen me te herinneren met de algemene beschouwingen dat er ook gesproken is over armoedebestrijding en met name dus kinderen en ook ouderen. Dat is ook inbreng van onze fractie, van de VVD-fractie. En ik zou graag aan de heer Moerman graag uitleg willen hebben over de laatste bullet. Draagt het college op om de raad ook te informeren over welke middelen de afgelopen 4 jaar ingezet zijn. Die passage, die begrijp ik niet helemaal. Dank u wel. De heer Moerman mag wel gelijk antwoord geven. Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat er vooral om, dit zijn geoormerkte middelen om te kijken van die doelgroep die soms moeilijk te traceren is, die in Ommen wel grotendeels in beeld is, om te kijken van wat kun je daar nou mee doen. En ten tweede gaat er dus ook om te kijken van wat hebben we nou in het verleden gedaan. Dat gaat specifiek voor dit doel om armoede onder kinderen. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, het extra geld wat het kabinet ter beschikking heeft gesteld, dat is, was zoals de collega al zegt, geoormerkt. En dat is specifiek voor die doelgroep. En ik denk dat wij alles aan moeten doen om kinderen een goede kans te geven om zich te ontwikkelen. En daar kan deze motie of een andere motie nooit een vorm van populisme zijn. Nee, in tegendeel. Dit heeft puur tot doel om kinderen een goede kans te geven. En ik vind dat we die kansen ook niet moeten laten lopen. Dus in tegendeel, laten we dat gewoon met elkaar ook net zo eensgezind voorstander van zijn. Omdat we dan, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat geldt ook voor Ommen. Mevrouw Makkiga, CDA-fractie. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij als CDA, toen we deze motie binnenkregen, dachten we in eerste instantie van ja, we hebben natuurlijk onlangs het armoedebeleid geëvalueerd. Er komt nog nieuw beleid. Maar op zich, inderdaad, kijkend nog eens goed naar wat er staat, vinden we het een sympathieke motie. Want extra aandacht voor kinderen en het extra geld wat er is, daar zullen we zeker in Ommen gebruik van moeten maken, maar ook moeten inzetten. We willen wel de opmerking maken van dat het belangrijk is om het integraal, hè, dus niet sec naar kinderen, maar ook kijken naar de hele gezinssituatie, want dat sluit ook aan bij ons beleid in het kader van het sociaal domein. De opmerking van mevrouw Schunselaar over de laatste bullet, die had ik ook van
volgens ons is die wat overbodig. Want het gaat vooral, denk ik, om het geld dat beschikbaar komt in te zetten voor een nieuw plan van aanpak. En als je terugkijken, kan soms waardevol zijn, maar ik denk dat het vooral vooruitkijken is. Dus wat ons betreft is die laatste bullet overbodig. Dank u wel. Dan kijk ik nog even verder. De heer Moerman in reactie. Ja, voorzitter, als het gaat om de laatste bullet, voor mij is de eerste belangrijkste. En als de motie meer kracht heeft, dus de laatste weg te laten. En dan kan ik me daarin vinden om die laatste weg te laten. Ik zit even te kijken, want de heer Moerman stelt denk ik voor een reactie op het debatje in eerste termijn om de raad ook te informeren over welke middelen de afgelopen 4 jaar zijn ingezet om armoede onder kinderen in de Ommen te bestrijden te laten vervallen. Dan moet ik ook even naar de heer Bongers kijken, want die is inmiddels mede-indienaar. Maar dat klopt. Ja, toevallig hadden we al overleg. Ja, het is zo handig dat u naast elkaar zit. Dus, Oké. Dan is op dat punt de motie gewijzigd. Dan kijk ik naar het college. Wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk hoop ik erop dat dit een onderwerp is waar de raad raadsbreed dezelfde lijn in zou kunnen hebben. En dan begin ik misschien wat vreemd, maar er staat in deze motie een fout. Namelijk dat dit geld geoormerkt is. En dat is een groot misverstand. Dit is een zogenaamde zachte oormerking. En dat betekent dat uw raad, als ze dat zou willen, het voor een andere doel zou kunnen instellen. Niet dat het college dat van zins is. En we hebben ook niet het idee dat de raad daar van zins is. Maar het is dus niet zo dat het geld zodanig in het gemeentefonds wordt neergezet dat het alleen maar voor dit doel mag worden bestemd. Wat er in de desbetreffende regel staat is dat het college wel zich moet verantwoorden over het geld wat uitgegeven wordt. Maar dat is een heel brede formulering. En als zodanig denk ik dat die motie juist kan helpen. Want dan zegt de motie van, Ommen krijgt extra geld. De bedoeling, de intentie van het Rijk is van, doe dat nou voor kinderarmoede. En de raad zegt van, college, kom met een plan, we willen het zien. Dus als zodanig kan ik me voorstellen dat het een raadsuitspraak is van, klip en klaar, we gaan het hiervoor doen. Daar zijn. De tweede, ik ben het inhoudelijk eens met wat de heer Middelkamp en ook mevrouw Makkinga zei erover, je moet wel ook integraal blijven kijken. Want inderdaad is het zo dat het tekort aan geld in gezinnen het grote probleem is. We zien alleen in de praktijk wel dat gelden die bijvoorbeeld uit het participatiefonds, waar trekking op is vanuit gezinnen, dat veelvuldig aan doelen wordt gesteld, niet voor kinderen, maar juist voor het hele gezin. Ook reden om aparte arrangementen te hebben, zoals het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Wij zien dit extra geld als een extra steuntje in de rug om daar nog wat extra's op te doen. En we denken dat daar ook wel aanleiding voor is. Dus ik ben het eens met al diegenen die zeggen, blijf in het beleid wel degelijk integraal kijken. En dat moet ook. Maar een beetje een extra zetje voor kinderen, dat geld hier zo voor te benutten, dat lijkt me een hele goede zaak. Ik ben blij met de schrapping van de laatste bullet. Ook al omdat we niet specifieke gegevens hebben voor die afgelopen 4 jaren. Anders dan de trekking op jeugdsport en jeugdcultuurfonds. Maar het gaat inderdaad om vooruit te kijken. Voorzitter, alles zo bij elkaar gezegd hebbende, denk ik, ik zie deze motie inderdaad als een ondersteuning van het ook door de raad al aangegeven beleid van het afgelopen najaar. Het college wil heel graag een plan presenteren. In februari hebben we een klankbordgroep. We hebben afgesproken dat we dan over werk en over armoede zouden praten. Lijkt me een uitstekende mogelijkheid om dan verder over deze problematiek te praten. En ik hoop van ganse harte dat de gehele raad met deze duiding de motie zou kunnen aanvaarden. Dank u wel. Ik kijk of er nog behoefte is aan een tweede termijn aan de kant van de gemeenteraad. Dat is niet het geval. Dan denk ik dat wij tot stemming over kunnen gaan van de aangepaste motie. De constateringen van mening zijn dus blijven gelijk. Maar de opdracht aan het college is in die zin gewijzigd dat het tweede bullet is vervangen. Dus dat nog staat als opdracht te komen tot een
plan van aanpak over de omvang en inzet van de extra rijksmiddelen voor bestrijding van armoede onder kinderen in Ommen in relatie tot het bestaande beleid. Wie is tegen deze motie? Zo, een stemverklaring, de heer Middelkamp. Even kijken of dit beter gaat. Ja, voorzitter, dank u wel. Even een korte stemverklaring. Zoals gezegd, in de eerste termijn zijn wij voor een integrale benadering. Fijn dat er een beetje extra geld is. We zien de voorstellen van het halfzachte geoormerkte geld graag tegemoet. En omdat dat te doen gebruikelijk is, voorzitter, blijven we de motie overbodig vinden. En zullen daarom ook tegenstemmen. Dank u wel. Overigens behoefte aan een stemverklaring. Als dat niet het geval is, vraag ik nogmaals, wie is tegen de motie? Dat is de fractie van de VOV. Wie is voor de motie? Dat zijn de overige fracties CDA, D66, VVD, Partij van de Arbeid, LPO en ChristenUnie. Daarmee is de motie aangenomen. Ja, en is het 9:05, dames en heren. Dat is op tijd. Het is de... Permitteert nog een technische opmerking te maken. Een technische opmerking? Nou, die heeft te maken over voortgang afhandeling punt 9 van deze vergadering. Ik zou het namelijk kunnen waarderen als de Griffie vanavond nog onze motie richting Hardenberg stuurt, zodat men niet morgen daar uit de krant hoeft te vernemen wat wij besloten hebben in een overigens openbare vergadering. Wij zullen voor zorg dragen dat hij zo snel mogelijk in Hardenberg belandt. Maar ik kan u verzekeren uit eigen ervaring dat het inmiddels een enige tijd op RTV Oost staat. En dat ik ook al reeds geretweet heb. Maar ik ben het ten principale wel met de heer de Vries Robles eens. Volgens mij moet hij even zorgen dat dat netjes gebeurt. Maar de contacten zijn ook zodanig dat ik ervan uitga dat het allemaal goed gaat. Dat gezegd hebben, dames en heren... Wij hebben voor u iets klaarstaan buiten, daar bent u over geïnformeerd. Maar nog belangrijker, we hebben hapjes en een glaasje cola. Dus we nodigen u ook heel graag uit om deze laatste vergadering van de Raad met ons nog even te blijven hangen en wat te drinken. Ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken voor de inspanningen die u dit jaar heeft gepleegd. Ik kan alleen maar constateren dat we op een hele goede manier wat mij betreft met elkaar vergaderd en gesproken hebben. Er is heel veel gepasseerd in 2016. Grote, ingewikkelde dingen, wat ik veel van u heeft gevraagd. Ik heb ook gezien dat het werk dat u weer afkomt niet minder is geworden de afgelopen periode. Dus ik heb ook grote waardering en respect voor de inzet die u hiervoor pleegt. Niet alleen om te zorgen dat u als raadslid excelleert, maar ook omdat u dat volgens mij allemaal doet vanuit de overtuiging dat u het voor Ommen goed wilt doen. Dus daar zijn we u zeer erkentelijk voor. Ik wens u en de uwen... Uw directe omgeving, gezin, vrienden, naasten, een hele goede tijd. We moeten nog een weekje zo gemiddeld doorwerken, want de vakantie is wat later dit jaar. Ik hoop dat u goede kerstdagen mag verbrengen. Een goede jaarwisseling, doe veilig. Er is genoeg te beleven. In Ommen is nog kabitschieten, ook met grote toestanden. Dus u kunt het allemaal gaan meemaken. Dikke Bertha's, ja precies. Dus ik hoop dat u dat een beetje op een prettige manier beleeft. En wij zien elkaar in ieder geval in januari weer. De nieuwjaarsreceptie is op dinsdag 10 januari. In het Vechtalcollege. S'avonds, we doen dat weer met alle ondernemersverenigingen. Dus dat wordt ongetwijfeld een leuke avond. En ik heb mij voorgenomen daar een stukje cabaret aan te bieden. Dus u bent gewaarschuwd.